Goedemorgen, zondagochtend vroeg. Nog een klein beetje een slaperig korrie, maar ik wil toch even de vlog openen. Het leek me leuk om weer eens te vloggen. Vandaag is een best wel leuke dag. Ik mag namelijk spreken op een beurs in Martini Plaza. Dat heb ik gisteren en eergisteren ook al gedaan. Vandaag komt Faya Laurens ook, daar gaan we ook kijken. Ik wilde eerst heel graag nog even sporten. Dus we hadden zoiets van, we zien wel of we wakker zijn. En als we vroeg wakker zijn, dan gaan we sporten. We zijn vroeg wakker, dus ik ga lekker ontbijten en daarna gaan we naar de sportschool. En dan neem ik je verder de hele dag weer mee. Dus heel veel plezier met kijken. Hier is dan mijn ontbijtje. Havermout heb ik gemaakt met appel erin en een klein beetje eiwitpoeder om alvast mijn eiwitten aan te vullen. Een glas water, want ik heb al warme havermout en warme thee vind ik dan niet zo lekker erbij. Dat is echt een Marloes ding. Dan mijn vaste multivitaminepil en een probiotica tablet, want mijn darmen die doen de laatste tijd een beetje raar. En dan gebruik ik vaak deze probiotica van Lucovitaal. Ik koop ze meestal bij de tuinen en dat werkt voor mij heel erg goed om mijn darmen weer een beetje rustig te krijgen. Nu net thuis. Ik ga even snel wat eten na het sporten om mijn eiwitten aan te vullen. Deze Optimal Griekse stijl yoghurt in vanille. Super lekker, super veel eiwit. Dus heerlijk. En dan ga ik me even omkleden, douchen en klaarmaken voor mijn lezing. En daarna voor mijn lezing ga ik nog even lunchen. Ik moet om 1 uur spreken. Dus ik heb er onwijs veel zin in. Ik heb je trouwens net niet mijn hele workout laten zien. Want ik heb al heel vaak een workout opgenomen in de fitness met daarin wat ik doe voor mijn benen en mijn billen. Het was dus vandaag een leg day en ik focus me vooral op mijn bilspieren, dus niet te veel op echt de voorkant van mijn bovenbenen, maar meer mijn billen. En daar heb ik vandaag wat oefeningen voor gedaan. Ik voelde me niet heel energiek vandaag, dus vandaag wat meer oefeningen waarin ik minder gewicht pakte en meer herhalingen deed. Zoals bijvoorbeeld die hip thrusters die je zag met die stang op mijn heupen. Die doe ik normaal met veel meer gewicht en veel minder herhalingen. Maar ik vond het wel goed om mijn lichaam even compleet te verrassen. En omdat ik me niet zo heel energiek voelde, is ietsje minder gewicht wat beter en ik hield het zo beter vol. En dan lunchtijd. Ik heb 2 boterhammen, die heb ik geroosterd. En eentje belegd met kipfilet en huttekezen. En de ander met een mosterd met cranberry en daaroverheen filet américain. Het klinkt misschien een beetje raar, maar ik vind het echt een heel erg lekkere combi. Verder heb ik wat rauwkost, verschillende dingetjes. En je zult me misschien niet zo vaak brood zien eten, omdat ik het gewoon niet zo heel lekker vind. Maar als ik dan brood eet, dan heb ik vaak deze van de Albert Heijn. Het stevige speldbrood. Want ik hou echt van stevig brood. En dit vult me nog best wel goed. Soms neem ik ook het stevige volkoren brood, die wissel ik een beetje af. Ik ga lekker lunchen. Zo, dan gaan we dan op weg naar Martini Plaza. Het is gelukkig heel dichtbij, dus dat scheelt. Ik heb even mijn make-up gedaan en mijn haar gedaan. Iets meer presentatiewaardig. Even opletten jongens, kruispunt. Maar ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Ik krijg heel vaak de vraag van, ben je dan niet zenuwachtig? Maar eigenlijk heb ik dat nooit gehad. Ik vind het ook heel leuk om voor jullie YouTube-video's te maken. Maar als er dan echt ook nog publiek in de zaal zit, dan ja, is het eigenlijk nog eens wel leuker. Dus ik wil jullie nu allemaal uit die camera trekken en hier bij mij. Want dat is veel leuker, dan kan ik jullie zien. Eigenlijk vanaf de middelbare school had ik dat al. Dat ik gewoon graag presenteerde en graag voor groepen sprak. Dus dat gaan we doen. Sven gaat vast wel even een stukje filmen voor jullie straks. We zijn er. Daar ga ik zo meteen spreken. Gaat niet gebeuren. Meditatie is wel lekker. Het is wel serieus, maar het is geen metaal om het te krijgen.
vandaag iets vertellen over gewoon gezond eten. Gewoon gezond eten. Er is tegenwoordig heel veel heibel over allerlei diëten. We zien door de bomen het bos niet meer. Dus ik heb een sportopleiding gedaan en afgerond. En toen miste ik heel erg dat stukje over voeding. Ik wilde mijn cliënten meer kunnen vertellen over wat is nou gezond eten. En... Zo jongens, klaar. Ik vond het echt heel leuk om te doen. Het ging super goed. En nu zitten we klaar voor Faya Laurens. Want we gaan even kijken wat zij te vertellen heeft. Echt super leuk. Ik heb haar nog nooit in het echt zien spreken, zeg maar. En ze heeft natuurlijk dat boek geschreven, My Killer Body of zo. Ja, zoiets. Dus we gaan even kijken wat zij te vertellen heeft. Als je een beetje op laden hebt, ga je muziek opzetten. Maar het werkt. Maak een playlist op Spotify met alle muziek die je hebt. Ja? Zet hem op en ga wandelen. Ik ga gewoon in het bos met mijn achter de bos gaan muziek wandelen. Ik ga niet meer eten. Want wat gebeurt er als je ellendig voelt? Ga je ellendig eten en dan daarna voel je dan nog ellendig. Ja. Dus heb jij nog niet. En als je dat eigenlijk al weet, dus dat zeg je gewoon tegen jezelf. Als ik het eten voel, voel ik me straks nog ellendig. En helemaal als je gaat liefdes verdriet of een man of iemand anders die je pijn heeft aangedaan, kun je toch niet dat je nog ellendig voelt door ook te gaan eten. Gewoon niet doen. Zo, weer lekker thuis. Ik heb mijn chill kleding aangetrokken, mijn carbs trui en gelijk ook even een snack erbij gepakt. Ik heb een rijstwafel met huttenkees en wat kruiden en een mandarijn en een groot glas limonade zonder suiker. Ik vond het echt wel heel inspirerend vandaag. Niet alleen om zelf te spreken, maar ook om Faya te horen spreken. Ja, gewoon echt heel erg leuk. Ik heb haar boek grofweg doorgelezen, niet heel nauwkeurig. Sommige dingen die erin staan, dat kan ik me helemaal in vinden. Andere wat minder, maar dat is denk ik ook gewoon goed om je eigen visie te hebben. Ik ga nu nog even werken aan artikelen, want ik ben de afgelopen week ook heel veel andere dingen gedaan. Ook leuke dingen, waardoor ik net niet heb kunnen doen wat ik wilde doen deze week. Dus ik ga nog even werken. Het is nu 3 uur. Ik denk dat ik tot een uurtje of 5, of als ik klaar ben, gewoon ga werken. En daarna lekker chillen op deze zondagavond. Tijd voor avondeten, maar ik had geen zin om te koken, maar ook niet per se zin in iets ongezonds. Dus ik heb even een maaltijdsalade gehaald, die ga ik lekker opeten. En ik kijk ondertussen een film op Netflix. Ik weet niet of je het kan zien, hij heet Teen Spirit en het is echt zo'n meidenfilm, zeg maar. Dus die ga ik lekker kijken tijdens het eten, want de mister, oh dit kan je al helemaal niet zien. Ja, nu wel. De mister is golf aan het kijken. Zijn grote passie. Er is een heel belangrijk toernooi. Dus hij is lekker dat aan het kijken. En ik ondertussen Teen Spirit op Netflix. Ik zeg perfecte avond. Yeah, ik heb de tv veroverd jongens. Want er komen zo meteen echt belangrijke dingen. Namelijk heel Holland bakt. Dus vriendje lief die zit hier met de iPad verder golf te kijken. En ik ga ondertussen heel Holland bakt kijken. Dat is echt mijn guilty pleasure. Echt heerlijk kneuterig. Maar gewoon echt super leuk om te zien. Vriendin Ati die zei het altijd al. Ati zei... Marloes, dat moet je kijken. Weet je, is echt leuk, kneuterig. En ik dacht al, nah, weet je, niet leuk. Maar echt, oh, ik vind het heerlijk met André van Duin. En nou, ik hou er gewoon van. Lekker simpele tv. En ondertussen eet ik chocola, bonbonblok, truffel en puur. Echt super lekker. Ik had vandaag dus niet zoveel zin om ongezond avond te eten. Maar dan een lekker ongezonde snack in het weekend vind ik wel heel erg lekker. Verder ga ik niet zoveel meer doen. Heel Holland bakt kijken. Daarna misschien nog even een aflevering Dexter of zo samen met Sven. En dan ga ik lekker slapen. En is morgen begint de werkweek weer. Superleuk weekend dus met al mijn presentaties in Martini Plaza. Echt heel erg leuk. Dus mensen van Gezondheid & Co. Superleuk dat ik aanwezig mocht zijn. En verder ook gewoon, nou ja, gewoon een heerlijk weekend gehad. Ik hoop dat je deze vlog leuk vond om te zien. Druk even op mijn duimpje omhoog als dat zo was. En volg me natuurlijk even op Instagram en op Facebook. Dat is allebei Optima Vita. En voor nu heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei!